het is een kwestie van gewenning als het gaat om technologie. Al is de trip naar de supermarkt een bijdrage aan massaproductie. Kun je zonder, of heb je zin in het verbouwen van je eigen eten? We zijn als mensheid vergeten dat we zelf de controle hebben en het moeten leven. En wat doe je aan een kind met ADHD? Kies je voor hetgeen je zelf wil? Of geef je medicatie? En sta je toe dat innovatie in het Westen niets meer is dan een marketingtechniek? Het is een tactiek. Net als de Smarter City, een digitaal gerunde maatschappij dat rust op informatie. Oeps, foutje. Bestempeld als crimineel door een verkeerd geïnformeerde bureaucraat. Maar op straat lijkt alles goed, want de bus sluit op de metro aan. Maar de gevoeligheid van fraude is toch echt een feit dat staat. Plus het feit dat alles chaos is wanneer het mainframe uitgaat. En hoe kan een land worden kaalgeplukt terwijl het gros van de mensen blut is? Noem het onderhandeling, noem het zaken doen of noem het industrie. Een probleem van de Europese intuïtie of de misvormde Afrikaanse distributie van goederen en geld, gedoopt in het bloed van de moderne slaaf. Een slaaf met het recht om te kiezen. 2.0.